Hallo kijkers van IMT. Ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met Tycoon 2 met Ido. Hallo Sean. Ja, en we zijn weer in het park. Deze of de volgende aflevering zal wel waarschijnlijk wel gelijk het einde kunnen zijn voor, voor dit park. Want we moeten tot jaar 4 in oktober. En dan moeten we de 3000 bezoekers hebben. Dus ja, oh god, Ido begint gelijk weer met een achtbaan. Heb jij daar problemen mee? Ja, heel erg. Maar ja, nu kunnen we in ieder geval wel heel wat meer bezoekers bij. Nu we dat nieuw gedeelte ook hebben. Dus... Normaal zou ik het niet zo graag zeggen, maar gooi zo de campagnes maar weer open en doe... Zijn al. Oh, oké. Okay. Dan heb ik niks gezegd. Oh. Zo te zien gaat Ido voor een lekkere intensieve achtbaan. Ik weet niet eens of dat een woord is. Laten we gewoon als een woord houden. Intensiever is het. Ja, boeien. En ploep. Ik hoop dat ze dit trouwens gaat halen. Maar voor mij is dit niet al te intensief. Ik denk het ook niet. Ja, je weet niet. Want de bezoekers stijgen trouwens wel heel hard. Ja, dat is juist de bedoeling. Maar zou je misschien over de bankjes en alles neer kunnen zetten? Dat kan. Maar dat gaat toch een behoorlijke opdracht worden, denk ik. Daarom laat ik het jou doen. Dat wil ik niet doen. Oké, dat was gewoon instant karma. Park met de beste achtbanen. Nou, kijk, daar komen we. Nog meer bezoekers. Yay! Yay! Ja, maar nu doe ik deze achtbaan trouwens is. Nou, daar kom je vanzelf zo achter. Me valt hij best wel mee. Ja, hij valt mee. Top. Hij is hier wel minder intensief dan die van jou, die jij gebruikt. Ik weet van niks. Krakelingenkraan. Kun je daar ook lekker in kraken? Plezierwaarde is hoog, dus hij gaat over. Wow, iemand vindt het te eng. Wauw. Pling. Precies. Jij snapt het. Boing. Wauw. Aha, wauw. Ik heb nu al geen zin meer in die bankjes, maar ja. Ik blijf het toch doen. En dan krijg je zo'n... Huh? En dan krijgen ze dan weer te horen, ja, er zijn zoveel bankjes gesloopt. Het hele park meteen gaat weer de grond in. Wat dan krijg je dan? Kijk wat ik aan het doen ben. Nou, ik weet niet wat je aan het doen bent. Maar ik weet niet waar je bezig bent. Nee, dat zal ook maar eens toch weer een achtbaan gaan ballen of zo, iets dergelijks. Oh, dat is gelijk een hele voetpad. Nee, dat moet ik niet doen. Dat zijn veel problemen, vind je ook niet? Exactly. Moet ik nog 300 bezoeken? En dan zal een achtbaan nog bijbouwen. Zal ik dat even doen voor je? Mag jij even de bankjes even fixen? Nou, we doen samen de bankjes. Nee, die ga ik ook achtbaan maken. Omgekeerd. Maar die bankjes zijn niet zo... Ik vind die prullenbakken eigenlijk belangrijker dan die bankjes. Nou, ik ga gewoon voor een stalen toeristenachtbaan. Volgens mij hebben we die al, maar dat maakt niet uit.
Ik heb toch wel schaar aan. Ik plaats nog een paar random prullen pakken. Oké. Oh, de stalen achtbaan heeft zelfs nog de optie om een barrel roll te doen. Doe een barrel roll! En hij heeft een turbo. Dan heeft hij een turbo, maar dan kan hij ook een kettingheuvel. Ja, duidelijk. Nou, bouw de achtbaan maar snel verder. Ja, rustig. Anders hoeven we daar ook niet meer. Oké. Ik weet niet of dat zo'n goed idee is, maar ik kom er vanzelf wel achter. Als je maar niet te langzaam gaat. Ik zou niet drie dingen zo snel gaan. Daar ben ik ook niet eens van plan. Met, ik denk dat we heel goed getuigen op een... Ik wil doen. Met wat? Wanneer ski lift de fout gaan. Het spel when ski lift go wrong. Dat gebeurt hier dus echt letterlijk. Oké. Ik weet niet precies wat je bedoelt, maar... De hele ski lift staat onveel. Handig. Op. Ik ga het ding even aanpassen. Welk ding? Skilift? Die skilift. Het loopt gewoon te langzaam aan deze andere. Ik weet niet zeker of hij dit haalt, dus ik zet gewoon nog een extra kettingheuvel bij. We hebben nog 150 mensen. Wat leuk. Gaat hij dat net redden? Nee, of stippete. Petepete. Banana. Zoiets. Tu. Banana. Ik vind dit helemaal prima. Tu. Banana. Oké. Kettingheuvel. What the actually fuck is dit voor random shit? Wat, voor mij? Ja. Ah, boeien. Mark, als er één treintje weg is, meteen uitzetten, want die treins gaan... Ja, maar dat kun je niet uitzetten. Jawel! Hoe dan? Moet je één keer op sluiten drukken. Je doet niet voor niks. Kijk dan, dan gaat het toch maar eentje. Nou, bij mij gaat het anders niet altijd, maar oké. Dat heeft te maken met de desync. Want als bij mij iets ontploft, Mark... Dan halen we de missie niet. Dat weet je ook? Ja, oké. En hoeveel episodes hebben we dan weggesmeten? Te veel. Precies, en we hadden net de prijs binnen. Oh, niet eens opgelet. Okay, met de beste prijs-kwaliteit verhouding. Oké. Okay. Ik moet nog even wat aanpassen, want dit laatste gedeelte, ja, daar gaat niet te hard. Oliebollenkraam. Het is fucking mei, het gaat oliebollen verkopen. Mensen moeten naar de wc. Jezus, wat voor tanken hebben die mensen in hun buik zitten? Geen idee. Vraag het ze. Misschien dat ze het weten. En ze roepen, ik ben misselijk.
Maar ik kan ook wel misselijk maken dat geurtje achter. Oh nee. Oh nee. Oh. Wacht even. Oh nee. Hij is heel scherp van geur. God, Jezus Christus. Heilige Maria Maranta. Ik had die mast toch maar moeten laten staan, want die stinkt buiten naar. Gaat van jasses. Serieus, maar eentje. Maar eentje. Kan ik dat serieus maar eentje nu doen? Hoi. Wat heb je aangepast dan? Nou, het laatste gedeelte even een beetje. Nee hoor, je kunt er gewoon drie doen. Nou, bij mij... Je kon er gewoon drie doen. Bij mij niet. Wel. Dan moet je bij instellingen, had jij met vooruit die moet met blokken, maar hij moet voortdurend circuit hebben. Dat weet ik nog niet. Ja nee, wat doe je nou? Ja, jij sluit hem weer twee keer. Nee, ik sluit hem één keer. Ja, maar jij drukt na de tijd van mij nog een keer. Gaat heel efficiënt tussen ons twee. Kijk voor ze dan. Mark, kijk al onze parkwaardering. Gaat dat ding nou weer omlaag? Ja. Het moest heel snel gefixt worden. Maar hoe komt dat dan? Ja, dat weet ik niet. Ik moet hem gewoon snel fixen. Ja, dat kan ik begrijpen. Kijk jij wat vandalisme is? Ja. En repareer alles even. Goed. Ik ga de voetpaden af. Oké, ik gooi eerst even mijn achtbaan open, kan dat? Moet je snel zijn. Want het punt is, als we die parkwaardering niet boven, die gewoon genoeg houden, hebben we de missie verloren. Ja, dat wil ik niet. Dan kun je beter die achtbaan laten dicht hebben, dan... Parkwaarde zo laag hebben. Oké, ik laat me nog wel even dicht. Ik heb de paar. Ja, gewoon. Gedachten. Ja, vind je dit nou ook eens goed losgooien? Ik moet naar de wc zeggen, 65 mensen. Laat maar een paar extra wc's dan. Gewoon random wc's plaatsen. Gewoon naast de wc nog een wc plaatsen. Gaan we dat doen? Ja. Maar wat waren de testresultaten van de achtbaan? Niet gezien, eigenlijk. Het begint alweer te stijgen, zie je? Ja, langzaam maar zeker. Even kijken, waar kan er nog wel weer ergens? Dit is ook nog wel een druk punt. Er komen ook nog best wel veel mensen langs. Maar daar moet je niet naar kijken. We hebben meer monteurs nodig, want er worden ook gewoon dingen niet gerepareerd van lange tijd. Dus kun je... Yo, ik heb er nu over 10 aangenomen. Nou, als dat niet genoeg is, dan... dan weet ik het ook niet meer. Weet je wat de poncho is? Vertel. Ben je al fladderbeest? Fladderbeest? Dat is een beetje al achtbaan. Nou, ik denk dat het ook komt omdat attracties niet gerepareerd worden en dat die mensen gewoon constant in die wachtrij blijven staan. Dat het daar ook te maken mee heeft. Ja, dat kan. Maar ook met smerige voetpaden. Ja, oké. Okay. Er is hier veel vandalisme, zeggen 64 mensen en 9... Ja, ben je even aan de wagens aan dan? Kun je het probleem ook oplossen? Je wilt echt zo het probleem oplossen. Ik heb de... We hebben er nu 10. We hadden er 3. En wijzen meteen een paar paden toe. Dus daar ben ik mijn voetpaden aan het schoonmaken. Oké, okay, jij krijgt dit pad. Oké. Okay. Maar geef ze niet al te grote stukken, we kunnen beter iets te... Ja, oké. Okay.
Jij krijgt deze. Tot daar. Ik ga dingen repareren. Oké. De baken 6. Pak een mooi dit stuk. Dit ook nog even mee. We waken 7. Oh. Jij krijgt dan gewoon dit. En bewaker 8 krijgt de rest van het pad. Dus dan dit gedeelte. Maar Mari, ik hoef niet precies te horen wat dit dan. Ja, oké. Jij vertelt waar het is. Dan kan ik daarvan dingen repareren. Ja, dat kan. Ik heb je net prullenbakken gerepareerd en nu zijn. Maar ik ben toch bang dat je even iets sneller moet handelen. Ja, ik ben bezig, maar. Hey, het gaat zo bij mijn rekening. Nou, ik neem nog wel 5 bewakers bij je aan. Fuck it. Fuck het geld. We hebben nu toch nog genoeg. Meer informatiekiosken zijn ook nodig. Dat is handig. Mensen zijn raken de weg kwijt. Het is alweer het stijgen, onze parkwaardering. Mooi. Ik ben misselijk, ik heb honger. Meer voerbakkraampjes. Dat is ook wel handig, ja. Doe maar. Frietekes. Patatekes. Alleen maar een lekkere patatekes. Advertenties zijn afgelopen. No! Don't. Tot dat bedoel ik wel gehaald. Oké, wat zijn de volgende gedachten van mensen? Gedachten. Ik heb 121 mensen zeggen dat ze al parkplattegrond hebben. Ja, ga dan niet naar de informatiekiosk als je er toch niet moet zijn. Het is te druk, maar. Ik denk in het begin van het park, maar we hebben al genoeg routes naar de andere. Even zien. De correctie, er is maar 1 route naar die andere. 1 andere. Kruid. Oh nee, tot 2. Mijn geld is bijna op. Meer geld al te water regelen. Het begint heel langzaam aan te stijgen. We zijn 5. Nou. 39. Nou, ik denk dat we de rest van de. Van het park even gaan oplossen in de volgende aflevering. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een like en abonneer je op ons kanaal. En dan zie ik jullie weer. Later.